Wow people, it's snowing. Dus straks, oh, luister de blaadjes hier zo prachtig deze kant op mij. Dat was voor mij. Oh, in de herfst doen ik en mijn kinderen een sneeuwfeest van de bladeren. Ach, kijk hier. Wow people, it's snowing. Beautiful, what a beautiful sight. Oh, fantastisch, kijk dat uitzicht. Het is gewoon een blaadje. Kunstenaars zouden dit zoveel naschilderen. Oh, mooi. Met de speeltuin. Oh, een klimrek. En van alles moois wat ik kan doen. Oh ja, een klimrek, daar houden mijn kinderen. Noah van. Mijn zoon en het duikelrekje, daar hou ik ook van. En mijn zoon ook. Mijn dochter ook, hè. Bietje, ja. Bietje was goed in turnen. Hé, maar hij was goed in zijn botten kraken. Toen al, hè. Had hij afstand. Wij vonden dat altijd zo en krinken. Maar die man, jongen. Wauw, special soul man, special soul. Toen al, oh kijk daar, prachtig. Oh. In real life it's beautiful. Dan is het altijd anders, want ja, dan heb je het grote plaatje. Oh mensen, het is toch echt genieten man. Het begon net te regenen, toen ben ik van locatie veranderd, omdat ik naar de voltage ga. Kijk, klimmen, lekker mankie. Schommelen vinden we leuk. Oh, ik schommel altijd samen met mijn kinderen. Dan gaat Noah tegenover mij zitten. En dan houdt hij zich om me heen en dan schommelen we heel hoog. De liefde, man, dat is waarom ik je zeg. Mijn band met mijn kinderen is zo sterk. Wauw. Het geloof, joh. Daarom geloof ik, hè. Dat het geloof weet dat ik een goede moeder ben. En mijn kinderen weten dat ik een goede moeder ben. En dat is het allerbelangrijkste. Want ze weten dat ik gewoon een goede moeder ben. En het geloof, daarom de begeleiding. Daarom is mijn geloof zo sterk geworden, mensen. Omdat als ik dit nou... Als ik 3 of 4 jaar geleden in deze situatie zou komen... Nou, dan weet ik niet waar... Maar hoe ik dan zou zijn. Maar aangezien ik zo sterk ben gegroeid... Nee, ik kwam gewoon in de situatie. Ik dacht, what the fuck is going on, people? That's unrealistic. Hey. Het vertrouwen hebben in een land die zogenaamd zegt... Wauw, een niet solid land, instellingen in deze stad. In iedere stad heerst een andere cultuur, man. Van hoe ze goed zijn voor het volk in hun stad. Maar deze stad hier, wow man. It's the nature and the good people that are the love, for sure. Man, daar heb ik respect voor. Fantastisch. Dus ja, mijn schoenen, mijn kleren, alles, Dennis, strafbaar hè. Dat je dat van mij weghoudt. Hierachter is de begraafplaats. Oh, respect. Daar wou ik naartoe gaan wandelen. Om eventjes in alle rust en vrede. Eventjes respect te tonen voor de overledenen. Ik zie wel, want straks ga ik weer terug naar zuster N. Oh, en masseren mensen. Oh, want weet je, kent dat als je slikt? Dan voel je die pijn. Het is weg. Yes, didn't take hours like I said. Daarom zeg ik, I talk the real shit. I'm real. J-Lo Jarul, thank you. For growing up with them. Goeie artiesten toen. Toen man, ik ben dankbaar voor al die... Oh ja, en S Club 7. Bring it all back. To you. Luister, dat was het liedje die ik deed. Idols, toen Idols voor het eerst in Nederland was. Wow, fantastisch. Toen ging ik voor het eerst optreden. Maar toen hoorde ik, die mensen zeiden... Ja, je hebt wel een mooie stem, maar kom er volgend jaar terug. Weet je, als iemand tegen mij zegt... Kom er volgende keer terug en je hebt dan geen tijd voor mij. Hey. Ik heb je tijd voor jou. Net als die Karin. Bel me maandag. Want ja, ze heeft ook weekend. Man, sister. You don't know what kind of mother I am. Hey, ik doe dat niet met mijn kinderen. Ik ben 6 jaar lang hun moeder geweest. Altijd. Sowieso. Dus die Nederlandse instelling, they fucked it up. Bad time. Ook. Snap je? Dus hey, they're gonna pay. Uitbetalingen. Once again. For sure.